Hey allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In deze video heb ik jullie mijn allereerste aflevering van Bizarre Make-up Looks namaken. Hier komen natuurlijk verschillende afleveringen hiervan. Dus laten we snel beginnen en heel veel kijkplezier. Ik zou eerst beginnen met de basis. En ja, hier is niet zo heel veel bijzonders aan. De basis is klaar en ik ga nu beginnen met de make-up look. Ik zal hier ergens een foto verschijnen welke make-up look ik aan namaken. Ik heb verschillende paletten met inhoud en kwasten en zo. De ogen zijn iets minder spannend natuurlijk, maar de regenboog is wel heel erg spannend. Er zit er echt een knalmooie in die ik ga gebruiken. De kleur Jupiter. Nee, weet je wat ik ga doen? Ik ga eerst zo een lijn maken met mijn oogpotlood. Ik ga dit met een bruine oogpotlood doen. Dus hier. Nee, dat is nog in mijn haar, dat ga ik niet doen. Dus vanaf hier. Waarom ik eerst een lijn maak, dan kan ik precies mijn oogschaduw daar zo op mikken. Ik ga deze kleur gebruiken. En ze zijn dan gewoon allemaal zo uitvegen. Nu de kleur geel. Dat is echt een knal gele. Nu groen. Deze groen. En dan blauw. Ik ga deze kleur blauw nemen. En nu paars. Dat is zo deze kleur eigenlijk. Dus ik ga eerst deze paars gebruiken. Dan pak ik even van deze paars. En nu roze. En nu ga ik zo deze kwast pakken. Om zeg maar alles uit te vegen. Oogschaduw ben ik klaar. Nu ga ik naar het spannendste gedeelte, namelijk een wit oogpotlood. Ik hoop zo hard dat het lukt, hè? Want dit ziet er nog niet echt heel erg spectaculair uit. Ik ben dus klaar met de oogpotlood en nu is het prachtig. Nu ga ik door naar de ogen. Ik gebruik een basiskleur, namelijk Peaches and Cream. En ik doe gewoon over heel mijn ooglid. Dan pak ik even een andere kwast en dan ga ik deze kleur pakken, Charmian. Nu ga ik zo een hele strakke lijn zetten. En dan ga ik de andere oog doen. En dan ga ik misschien nog een klein beetje concealer op mijn ogen doen. En dan ga ik met mijn vinger uitsmeren. Een klein beetje terug van binnen pakken. Dit is een cream. Ik ga heel veel lage mascara doen. Dus dan pak ik deze pas en ik weer Summerlum. En dan doe ik hieronder. Hier zie ik dat ze hier zo highlight of zo van op heb. Dus dan ga ik een nektar doen.
ben helaas weer aan het einde aangekomen. Namelijk, ik ben aan de lippen. Ik heb het gevonden. Deze. Oké, namelijk kan ik even lozen. Nu ben ik echt klaar. Zou ik deze make-up look wel vaker maken. Dit was in deze video. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je dit nog vond, doe dan even een dikke duim omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je het nou nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Daag!